Grote paniek onder miljoenen Amerikanen. Vrijdag stopt namelijk hun corona uitkering. En tenzij er een wonder gebeurt, hebben ze straks geen geld meer om boodschappen te doen of de huur te betalen. Well, we have a lot of bills. We need to pay the house, taxes, <laughs> everything. Ja, een gigantische groep Amerikanen is onder andere van die speciale corona uitkering afhankelijk. Het gaat inmiddels om zo'n 30 miljoen mensen, een vijfde van de werkzame beroepsbevolking. Ter vergelijking het vorige dubieuze record stond op zo'n 12 miljoen Amerikanen tijdens de vorige crisis. Nou, het gebeurt nu met een speciaal coronapotje met een lange, ingewikkelde naam. Uit dat potje krijgt iedere werkloze Amerikaan 600 dollar per week uitgekeerd, ongeacht hun eerdere inkomen, voor een periode van 13 weken. En dit is wat er gebeurt als ze die speciale coronasteun van de overheid niet zouden krijgen. Nou, dit is de groei van het inkomen van de gemiddelde Amerikaan, zeg maar Joe Sixpack. Nou, dit hier is de crisis van 2009 en hier zie je wat er nu gebeurt in coronatijd. Met overheidssteun neemt het inkomen van de gemiddelde Amerikaan toe. Maar zonder die steun gaat het juist keihard naar beneden. Overheidssteun is dus cruciaal om het inkomen van de Amerikanen op peil te houden. Het coronageld krijgen ze bovenop de standaard werkloosheidsuitkering. Maar die standaarduitkering is karig. Gemiddeld krijgt een Amerikaan die zijn baan verliest zo'n 333 dollar per week voor een periode van ongeveer 26 weken, zo'n 6 maanden. Iedere staat doet weer iets anders. Zo krijg je in Oklahoma gemiddeld maar 101 dollar per week en in Massachusetts 531 dollar per week. Nog niet de helft van hun oude loon wordt ermee gedekt. Voor veel Amerikanen is alleen die standaarduitkering te weinig om de huur te betalen en boodschappen te kunnen doen. 11 procent van de Amerikanen zegt dat ze in een huishouden wonen waar soms niet genoeg geld is om eten te kunnen kopen. Meer dan een kwart zegt dat ze één keer de betaling van hun huur of hypotheek hebben gemist en twijfelen of ze dat ook in de toekomst nog wel lukt. Het geldt voor steeds meer mensen in Amerika. De werkloosheid in de VS is sinds de coronacrisis namelijk keihard opgelopen. Hier zie je terug hoeveel mensen per week hun baan zijn verloren. En alleen al in de afgelopen week ging het om 1,4 miljoen mensen. En op het hoogtepunt in april om bijna 7 miljoen Amerikanen. Voor veel Amerikanen was de extra 600 dollar per week van de regering echt een lifesaver voor de Amerikaanse economie, overigens ook. De uitgaven van de Amerikaanse huishoudens met een uitkering stegen in de eerste maanden van de pandemie met 10%, zeggen analisten van JP Morgan Chase. Hun geld ging naar huisbazen, supermarkten en allerlei andere bedrijven. Normaal gesproken zie je tijdens een crisis dat hun uitgaven in de eerste maanden juist met 7% dalen, omdat mensen besluiten de huurbetaling even uit te stellen of juist zuiniger aan te doen met de boodschappen. Andere economen schatten in dat zonder die extra corona-uitkering het Amerikaanse bbp 2% lager zou zijn aan het einde van het jaar. Een nieuw steunpakket is in de maak. Zowel de Republikeinen als de Democraten zijn ermee bezig. Maar of dat op tijd komt voor die miljoenen Amerikanen is zeer de vraag. Download de app van RTL Nieuws voor meer van onze video's.